Nou jongens, we zijn aangekomen bij Eindhoven Airport en ik ga naar Engeland. Doei! Hier zijn we! Nee! Ik ben met mijn moeder. Nou jongens, super mooi engel dit, maar ik ben dus op een Eindhoven Airport omdat ik zo naar Londen ga en ik heb er super veel zin in. Ik ben wel een beetje nerveus, maar goed, dat maakt niet uit. Het ging namelijk allemaal mis met mijn koffer en ik had 0,2 kilogram te veel en toen moest ik wat uithalen, maar uiteindelijk mocht ik dat wel meenemen en toen ging mijn koffer stuk en nou, ik ben heel benieuwd hoe we hem straks aantreffen. Hopelijk zit alles er nog in, want anders hebben we stress. Goed, we gaan het beleven. Ik heb net nog even formulier ingevuld die ik moest invullen. Nou jongens, ik ben helemaal aan stress. Ik ben nog nooit in Engeland geweest. Ik ga voor het eerst reizen met mijn paspoort. Dat is ongelooflijk. Maar goed, ik neem jullie mee op dit avontuur. Het moet vast goed komen. Ik ben onderweg naar het vliegtuig. Ik heb er helemaal zin in. Het zat een beetje tegen, maar we gaan bijna het vliegtuig in. Oh my god. Ik ga bijna Bethany zien. Ik kan het soort niet geloven. Maar... ik ben aangekomen in Londen. Het was echt een super korte vlucht. Maar ik ga nu snel mijn koffer ophalen en naar Bethany toe. Woehoe! Ik heb mijn bagage. Thank God is die niet gebroken. Oh, ik ga nu naar Bethany toe. Ik ben helemaal zenuwachtig. Ik ben helemaal... Oh, ik ben zo benieuwd. Het was trouwens echt... Ik moest best wel lang wachten voor die paspoortcontrole. Maar het is goed gekomen. Oh my god, jongens, daar ga ik. Ik ben bij Bethany. Nou, de vlucht is helemaal goed gegaan. Allereerst, ik ga ook Engels praten in deze video. Maar mijn Engels is niet zo heel goed. Dus excuses alvast daarvoor. But I'm gonna try it in English. Special for these guys. Maar ik heb dus een cadeautje meegenomen voor Bethany de verjaardag. What does ik ga douche mean? I have. Oh, there we go. Overfilling. So. Ik ga douche McDonald's. Ja! Oké, so Bethany, your presents for your birthday. This wrapping paper is so cute! Oh, the waffle thing! Yeah! So you can share with Billy. Original kanjis. Oh, is this from Efteling? Yeah, it is. Efteling? Efteling? Efteling. Efteling. Yeah. I can say that word. Oh! Oh my god, cute! Oh, I love that! Oh my god, I'm so excited about this one. Oh my god, love that! Goedemorgen jongens, het is vandaag vrijdag. En I'm here with Bethany. Good morning! Good morning! En oh my god, we just booked some tickets for the Frozen musical! And I'm so excited because Frozen is my favorite movie. And I cannot wait to go because... It's my first time in London. It's my first time with Bethany and we are going to the Frozen musical! I don't think I've ever been to this theatre either. Oh my god, really? Drury Lane? I think that's... It's such a beautiful theatre. Isn't that in a song? Who lives on Drury Lane? I am the music man. He comes from... Oh no, comes from down the way. I don't know. I'm sure there's a song, like a nursery rhyme that mentions Drury Lane.
I will put a song over here. Do you know the muffin man who lives on Drury Lane? Jongens, don't mind the look, maar ik heb toch helemaal zin in vanavond. Het is zo leuk. We gaan vandaag dan even iets rustiger aan doen, want eigenlijk zouden we naar een winkelcentrum gaan. Maar we gaan dus nu vanavond naar Frozen. Me too, oh my god. Het is nu 11 uur. En het is een uur eerder dan Nederland. Dus in Nederland is het nu 12 uur. En we gingen gisteren echt best wel laat slapen. Het was volgens mij rond een uur of twee. Dus Nederlandse tijd 3 uur. En maar goed, ik heb op zich wel goed geslapen. Nu gaan we lekker ontbijten. Oh my god, guys. It's my first time in London. I'm so excited because we are going to the Frozen musical. And Frozen is my favorite movie. And I'm so excited. And I'm in London. And I'm with Bethany. And perfect day. What? You're talking English? Yeah. Special for you. International girl. No, joke. Guys, oh my god, we are here. And this theater is so beautiful. Look at this. It's so beautiful over here. Bethany, I'm so happy. Jongens, deze show, het was zo mooi. Echt, Frozen is mijn favoriete musical. Ik weet niet waarom ik zo emotioneel ben. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en we hebben hier net lekker ontbeten. Ik heb voor het eerst een English breakfast op. Helemaal excited. Maar now we are going to the... Where are we going? Primark. And then go to see Pocahontas. Woehoe! Nou jongens, bizar verhaal. Want we zijn dus bij... de plek waar Pocahontas is begraven. En ik wist dus niet dat het verhaal van Pocahontas dus echt was. Dus hier ergens. Dit is zeg maar het standbeeld van Pocahontas. Je ziet het hier ook. Pocahontas. Maar hier is dus een kerk. En deze kerk is dus een keer verbrand. Want ze is hier dus ergens begraven. Maar niemand weet dus meer waar ze begraven is. Omdat deze kerk dus een keer verbrand is. Maar... ze ligt hier dus ergens echt begraven. De echte Pocahontas. Jongens, het is ongelooflijk. Oh my god, guys. It's my first rose dinner ever. Exciting. The chef was so nice as well. Yeah. They're like best friends now. Oké, jongens, het is het moment van de waarheid, want vandaag is de Wie is de Mol finale. Maar goed, ik ben natuurlijk in Engeland. Mol finale. Dus ik kan het nu niet, ik heb het nu niet gekeken en het is hier nu zeg maar 20:15 en in Nederland is het 21:15. Dus de uitslag is al bekend en ik ga nu kijken wie het is. Oh my god. I'm really nervous about this. Yeah. Oh my god, I'm nervous. Wait, so you find out right now? Just gonna have a look if there is a video or something. Who do you want to win? This guy. I think this guy is the mole. And I want this girl to win. And then you also have this girl. Who's the mole? Who is the mole? So international. Okay. I was right! Oh my god, I was right! Oh my god! Oh my god! I was right! Oh my god, jongens! Everin is the mole! Oh my god! Yeah. Ik zat vanaf aflevering 1 op Everin. Oh my god! We are going for a night out, guys. Is... go! Yo guys, we zijn terug en we zijn net uit geweest, dat was echt super leuk. Kijk nog even mijn oogschaduw. Bethany heeft het gedaan.
And, what are you saying about me? That you did my eyeshadow. No. I just told them that I hate you and I don't want to be here anymore. I'm fed up with Bethany. She's doing my head in and she won't put her feet away. We had a lovely night. Now we are going to sleep. And tomorrow we will just probably do nothing or not so much. Like a typical Sunday. Oh my god, I look bald. Anyways, slaap lekker jongens en zie jullie morgen. Good morning! Het is vandaag zondag en wij zijn vandaag gewoon lekker rustig aan het doen. We zijn nog even aan het kijken wat we aantrekken vandaag. Maar nou, gisteren zijn we uit geweest en het was echt super leuk. En we hebben daar nog lekker even McDonald's gegeten. Maar nee, het was echt heel erg leuk. En we hebben lekker uitgeslapen vandaag. En doen lekker rustig aan vandaag. En morgen gaan we namelijk naar Londen toe. En dat gaat waarschijnlijk een hele lange dag worden. Maar ik heb er zoveel zin in. Everything looks so yummy. Jamie just tried a Scotch egg. It was very good. For the first time. I feel like this is just going to be a video of this is what Jamie tried today. We're having a game of colour brain again. Because I think Hayley's going to get really frustrated. Because she's a Disney fan too, and she does know a lot of general knowledge. I'm a Disney fan. And I just think... with you. I think she's going to find it hard. And she doesn't want to be on camera because she's hungover as well. I'm really hungover. Except she looks a little bit worse for her. I was out with Nikki. Ooh. <Thick. laughs> Hayley swore. Oh my god, I never told the story yesterday, I don't think. We were playing this yesterday, I can't believe I wasn't filming. The question was about Frozen, and because Frozen is Jamie's favourite film, she was like getting really stressed because she thought, oh my god, I should know the answer to this. And then it was just silent, and then out of nowhere she just like shouted the F word. She got so embarrassed. Well. Oh my god, it was so funny. It was not. Yo guys. Ik heb vandaag niet zoveel gevlogd. Maar ik ben al lekker ready for bed. We just showered. Start cars. Watching cars. But. But I'm too sleepy. Oh look, I look bald again. I need to go to bed. And tomorrow we gonna wake up very early because we are going to London. Very excited about it. Oh my god. Good night. Good morning, rise and shine. We zijn in Londen vandaag. We gaan een dagje Londen doen en we hebben net lekker een Starbucks hier gehaald. We zijn op Waterloo Station en Bethany is gonna show me London and all the tourist places and things like that. And I'm so excited, cannot wait. Maar even tussendoor, dit station is zo mooi. Dus zeg maar, kijk. So pretty. But guys, look, the London Eye. Het is oprecht zo groot. Zo cool. Oh my god, guys, we staan voor de London Dungeon. Bethany doesn't want to do it. Thank you. But I really love the Amsterdam Dungeon. If you are in Amsterdam, please gonna do the Amsterdam Dungeon. I said to her, she's welcome to go in on her own. I'll go get a milkshake or something, because I'm not doing that. Billy, if you're watching this, when I'm come back, we're definitely gonna do this, okay? Oh my god, guys, the London Dungeon, so fun. Guys, oh my god, we are in a Build-A-Bear shop. Never have been to a Build-A-Bear shop. I'm so excited. I never saw this and it's so cute. It's so adorable. Look at all the English cutie bears. Sorry, I'm getting away. Don't worry. Oh my god, this was so cute. I didn't realize that it was established in 1997. That means that I'm older than Build-A-Bear. That's weird. We just saw the Big Ben, guys. So fun. We're on the bridge, but
I don't think whoever built this bridge thought about, about this. Willy, willy, willies. Oh my god, guys, we are in Disney Street. We just put our Disney jumpers on. I will show you Bethany's one. It's with her Instagram. Look how cute. On the Disney Street. Woont. En de vlag is dus hier uit, daarboven. En dat betekent dus dat ze er is. Helemaal fun. Lekker tea time with the queen. Look how pretty. Ik vroeg me echt af of deze mensen zeg maar daar staan om te werken. Of dat ze zeg maar staan voor de sier, snap je wat ik bedoel? Want er zijn dus zeg maar ook andere bewakers en die hebben zeg maar geen uniform aan. Dus mensen van, what are you doing over here? Dus tijd, eventjes later. En het is inmiddels al donker, of donker aan het worden. Maar we zijn aangekomen bij de Tower Bridge. Zo mooi jongens. Ik ben gewoon met de vaas, ik heb gewoon YouTube. En kijk naar alle lichtjes. Oh, daar is Michelle. Zo mooi. Oh, dit is een mooi plaatje. Met een smile. Cute. We're by the Tower Bridge. And then we just did a photo shoot and made photos with each other. And then we just wanna walk through the metro station? Train station? Yeah. Tube station. Tube station. And then a couple stopped us. And they were like, oh, can you, they just put a phone in our face and we thought that they want to make a photo of us. Like they were offering to make a photo. But they didn't want that. And then we asked if we had to take a photo of them, but then they want a photo with us. And it was so weird. If you see our faces on any dodgy websites, we did not consent. So weird, guys. Oh my god. Guess where we are? Woo! The Disney Store, of course. Oh my god. Ik denk dat ik volgens mij nog nooit in een Disney Store ben geweest. Ik ben helemaal excited. Let's go! Now guys, we have matching jumpers. Woo! And we are in front of the London Eye, and the London Eye is also pink, just like our jumpers. Love it. We've officially made a Brit out of Jamie. On the train home, she went, oh, I could so do with a cup of tea right now. I'm so proud. And the whole day, she's been thinking about those bacon bagels. Mm. So we're just having some. Because, you know, we've just got time to spare. We only need 3.5 hours sleep. That's if we go to sleep right this second, which is definitely not going to happen. But, YOLO. YOLO. Because we are at the airport. And I don't want to say bye. I literally had the best weekend ever. I'm gonna miss you so much. I don't want to say bye. Jongens, ik wil niet door die poort heen lopen en doei zeg ik wil het niet. Cry. Net afscheid genomen van Bethany. Nou, ik moest echt zo hard janken. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik mis haar nou al en ik kan gewoon nou weer gaan janken bij het idee dat ik dus nu naar huis ga. Goed, dat gaan we nu niet doen. Nou ga ik naar mijn gate toe lopen. Joejoe. Nou jongens, daar gaan we weer. Ik wil helemaal niet.
We zijn geland. Dat is een goede vlucht. Ik heb lekker geslapen, want we hadden vannacht dus niet zoveel geslapen. Ik denk dat we 2 uur geslapen hebben, dus er valt nog wat in te halen. Maar nou, ik zou nu wel weer terug willen. Er staat hier een lijn. Ik zou er nu wel weer in willen en terug naar bed en niet willen. Ik mis er nu wel. Het was zo leuk. Zoveel leuke herinneringen gemaakt en zo leuk om eindelijk elkaar in het echt te zien. Such a depressing end. Yeah.